Ik heb me altijd wel anders gevoeld en dat hebben de kinderen ook goed laten blijken. Ze zeiden ook gewoon van, ja, jullie zijn arm en jullie stinken allemaal. Heeft je moeder weer geshopt bij de prullenbak? Mijn klasgenoten spraken heel vaak met elkaar af, maar niet met mij. Nou ja, hier was ik pas geboren. Ik was zo cute. Ik kan hier uren naar kijken. Sorry. Mijn moeder die heeft een auto-immuunziekte en dat vraagt eigenlijk best wel veel zorg. Nog eentje, nog kort ben. Het was niet makkelijk voor Mia. Ja, je zou graag dan met mij meelopen, weet je, met boodschappen, zorgen maken. Terwijl eigenlijk, ja, zij gewoon kind is en kind moet zijn. Ik ben opgegroeid met de voedselbank en kledingbank en ik kende eigenlijk niks anders dan dat. Soms kwam het ook voor dat ik geen brood meer naar school kon nemen. Of soms kwam het zelfs eigenlijk voor dat ik geschillend brood mee had genomen. Om mijn kinderen niet veel te kunnen geven. Doet veel. Iedere maandagochtend zaten we in een kringetje op school. En dan gingen we vertellen over wat we afgelopen weekend hebben gedaan. Nou, de andere kinderen vertelden altijd dat ze naar de film zijn geweest of dat ze hebben gelasergamed. Maar ik niet, want daar was gewoon geen geld voor thuis. Ik ging altijd ergens achterin zitten. Omdat ik niet gekozen wilde worden. Dus als ik achterin zit, dan word ik niet gekozen. Komt helemaal goed. Ja, ik verzon dan ook wel eens verhalen. En dat waren soms grote verhalen als in ik ging naar de dierentuin of ik ben naar de film geweest. Ja, dus ik zat altijd meestal in het hoekje daar. Armoede gaat niet alleen om spullen of eten. Het zorgt voor heel veel stress. Ik ben heel lang ook echt depressief geweest. Je hebt dan nergens zin in, je wilt wel, maar je kan gewoon niet. Het is een soort van, je bent gevangen in je eigen hoofd. En het lijkt alsof je er gewoon niet uit kan komen. Armoede heeft meer impact dan je denkt.